Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders, en LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. Dit is Nieuwe Oogst TV. Met vandaag... Staatssecretaris Martijn van Dam opent Dairy Campus in Leeuwarden. POV stemt over vitale varkenshouderij. En EU-regels beperken boerengebruik van drones. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken opende donderdag het nieuw gebouwde innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Na de opening kreeg Van Dam een rondleiding door de proefboerderij. De nieuw gebouwde Dairy Campus wil doorgroeien tot het Nationale Centrum voor de Melkveehouderij voor Innovatie, Onderzoek en Educatie. Deze koeien geven niet alleen melk, maar ze geven ook kennis. En dat is kennis die we uiteindelijk weer op boerenbedrijf kunnen gebruiken en waardoor Nederland als geheel sterker wordt. Maar die kennis kunnen we vervolgens ook weer verkopen aan het buitenland. Dus het is win-win. Hier staat een hele trotse man. Dit is de afronding van een project waar we 5 jaar geleden mee begonnen zijn. En het is mooi om te zien wat er vandaag gerealiseerd is. Daar ben ik trots op. Inderdaad, met mijn mensen zijn we erg trots op. De leden van POV stemmen maandag over actieplan Vitalisering Varkenshouderij. De raad van bestuur van Rabobank ging eerder al akkoord. Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is een gezamenlijk project van de POV, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank. De werkgroep staat onder leiding van oud-minister Uri Rosenthal. Het is nog niet bekend wanneer Van Dam zich zal uitspreken over het plan. De Europese Unie werkt aan nieuwe regels voor het gebruik van drones door particulieren zonder vliegcertificaat. Dat werd duidelijk op een congres voor geo-informatie-experts in Rotterdam. Na afloop van de conferentie konden de deelnemers naar een drone-demo-dag op de PPO-locatie in Westmaas. De laatste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, drones, sensoren en meettechnieken werden hier getoond. Clear Flight Solutions toonde een drone in de vorm van een slechtvalk. De drone weegt 750 gram en kan maximaal 12 minuten vliegen. Daarmee zijn andere vogels in het gebied te verjagen, bijvoorbeeld bij vliegvelden of boomgaarden met kersen. Staatssecretaris Martijn van Dam gaf donderdag een gastcollege aan studenten van het Groenhorst en CAH Filentum in Dronten. Van Dam wil graag goed voorbereid zijn als volgende week de Europese landbouwministers naar Nederland komen. Hij praatte met de studenten over het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Ik heb vooral veel inspiratie opgedaan. Het is ontzettend leuk om met een nieuwe generatie boeren in gesprek te gaan en ook hun opvattingen te horen en om ze ook een beetje te prikkelen natuurlijk om na te denken over hun positie en hun eigen toekomst. Dus ik vond het ontzettend een leuke middag. Een van de vragen die Van Dam de leerlingen voorlegde was: is het nodig dat boeren subsidie krijgen en de bakker niet? Ik zeg het is nodig, want de boer staat onderaan de keten. Heeft dus geen invloed op prijsniveau, om het zo maar te zeggen. Nou, de staatssecretaris begreep dit en wil ook zich inzetten om de machtspositie van de boeren in de keten te verbeteren. Maar ik heb nog mijn twijfels of dit de huidige situatie in de melkveehouderij en de varkenshouderij dus verbetert wat, om het zo maar te zeggen. Nieuwe Oogst besteedt deze week aandacht aan duurzame melkveehouderij. Een van de melkveehouders is Peter van Roesel uit Haarsteeg. Hij houdt 75 koeien en 70 stuks jongvee op 54 hectare grond. Van Roesel heeft een putloze stal uit 2013 en scheidt bewust de dikke fractie, dunne fractie en gier. Eerst al, boven alles natuurlijk, als het gewoon hier koeien scheiden of urineren, dan loopt de gier die loopt al zo snel mogelijk weg via de gaatjes. En de mest die blijft gewoon op de vloer liggen. Vervolgens komt de schuif. En de schuif die neemt de dikke mest mee. De schuifmest noem ik hem dan maar. En de gier die loopt vervolgens, als er nog gier op de vloer ligt, die kan dan ook nog wel eens door de gaatjes lopen. Ons leek het dus het verstandigste om die mest door een scheider te halen, waarbij de dunne fractie en dat we dan dikke fractie kregen. In het begin hebben we een hele tijd gestrooid in de boksen met strooi, met gehakselstrooi, met boksveen. Gehakselstrooi is te licht. Licht komt te vlug uit de boksen. Ging allemaal goed, maar ja, het kostenplaatje was te hoog. Boksveen, er zit ook een kostenplaatje aan. Nu rijden we de dikke fractie terug in de boksen. En dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders, en LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector.